Meester Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een van de conclusies van het rapport is dat er tot nu toe onvoldoende maatregelen zijn genomen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen. Nee, als je kijkt naar Barendrecht, een rood lichtpassage, dan kan je niet anders zeggen dat rood lichtpassages wordt op het spoor gezien als heiligschennis. En er is een systeem, dat is het automatische treinbeïnvloedingssysteem, dat eigenlijk helpt voorkomen dat dat gebeurt. Dat is ingevoerd in Nederland, maar dat praten we over een verouderd systeem. En je moet eigenlijk zeggen waar je nu voor staat voor de conclusie. Er moet een nieuw systeem komen. Dat heeft de NS ook in der tijd willen invoeren. Dat was gereed, en dan praat je over 1993. Maar toen kwam er ook een nieuw Belgisch systeem, of een nieuw Belgisch systeem, een Europees systeem kwam er toen. En dat Europees systeem, dat zou op het Nederlandse net moeten worden ingevoerd. En toen zie je eigenlijk dat men heeft gezegd, we gaan even kijken hoe het Europese systeem is, of het een goed systeem is. Toen heeft men het Nederlandse systeem wat we hadden, het nieuwe systeem, overboord gezet. En we werken daardoor al nu 30 jaar met een verouderd systeem. Maar zou dan niet naar aanleiding van zo'n groot ongeluk, zoals in Barendrecht, moeten worden gezegd, nou, dan gaan we toch maar over op dat nieuwe systeem, ook al is het misschien dan nog niet het Europese? Nou ja, ik vind het ook, kijk, dat gaat nu ook langzaam gebeuren. Dus ons advies is geweest, minister, u moet zich uitspreken nu, dat had er volgens mij veel eerder moeten gebeuren, waar gaat u dat Europese veiligheidssysteem neerleggen? Komt dat op het hele Nederlandse net? Dat denk ik niet. Dus op welke netten komt het dan wel? En wat doen we met het resterende net? Nou, daar moet gewoon een uitspraak over komen. Als je daar geen uitspraak over krijgt, wat men nu voortdurend voor zich uit heeft geschoven, dan blijft die onveiligheid voorbestaan. Want nu is men incidenteel zijn aan het beveiligen. Dus eerst, we hebben er veel over gesproken, over de onveiligheid op het spoor met betrekking tot roodlichtpassages. Nou, dan zie je, we hebben 6.000 seinen op emplacement en daar hebben we er 1.000 nu extra van beveiligd. Op de vrije baan nog niets. Nou, dit was geen emplacement. Dus je ziet eigenlijk dat men steeds eigenlijk die seinen aan het verbeteren is en je moet een keer een principiële keuze maken. Nou, zou het ook zo zijn dat op een aantal plaatsen weliswaar de seinen zijn aangepast, maar dat dan de treinen, de locomotieven, daar niet toe zijn uitgerust? Hoe zou je dat probleem dan aan moeten pakken? Nou ja, kijk, dat weet je. Op een zeker moment als je een systeem invoert, dan moet je het in de baan invoeren en je moet het ook invoeren natuurlijk in de locomotief. Nou ja, iedereen weet hoe lang dat duurt. Dus op een zeker moment moet je een afspraak maken dat je zegt, je hebt een stukje gedoogbeleid, dat je zegt, ik accepteer het voor zoveel jaren. Dan moet je afspreken, luister eens mannen, in dat jaar moet het in de locomotief zijn ingebouwd. En op het spoor zo niet, dan krijg je geen vergunning meer om op het spoor te rijden. Dus ja, je moet wat dat betreft doortastend optreden. Maar is het nu al niet zover? Dan zou dat nu niet eigenlijk al moeten gebeuren dan? Nou ja, kijk, het probleem is nu van het nieuwe ATB-VV-systeem wat men heeft ingevoerd op 2000 seinen. Van de 10.000 seinen is het maar op 2000 seinen ingevoerd. Ga je natuurlijk zien dat je zegt, ja, op de meeste seinen zit het niet. Dan heb je misschien de neiging om het niet direct in de locomotief in te bouwen. Daarom moet de minister zich uitspreken. Als er een Europees systeem moet komen, dat Europese systeem zou er alleen maar moeten komen omdat wij in Europa op elkaars netten gaan rijden. En ieder land had vroeger zijn eigen veiligheidssysteem, vandaar het Europese systeem. Maar ik denk niet dat je dat Europese veiligheidssysteem op het hele net gaat plaatsen. Dat is helemaal niet nodig, want een heleboel treinen komen nooit tussen, laten we zeggen, Zevenaar en Winterswijk. Daar zullen ze nooit komen. Dus je moet gaan zeggen, op welke netten komt dat Europese veiligheidssysteem en op welke netten doen we een ander systeem. Dat betekent dat heel veel treinen met twee apparatuur moeten gaan rijden. En u heeft eigenlijk in het rapport ook geëist dat de minister daar binnen 12 maanden nu duidelijkheid over gaat geven. Ja, we moeten luisteren. Kijk eens, we praten hier al over onduidelijk in 1992. Toen hebben we gezegd wat het ATB-systeem is ingevoerd na het treinongeval in Harmelen in 1962. Heeft er 30 jaar over gedaan voordat het in de baan was ingebracht. Dus nu hebben we in 1992 gezegd tegen de spoorwegen, het is verouderd. Men heeft gezegd, we hebben een nieuw systeem. Dat is paraat, dat kan in 2005 zijn ingevoerd en toen heeft men het nog eens uitgesteld, onbeperkt. Dus er moet nu duidelijkheid komen. De minister moet absoluut, ook al is het de tijd van bezuiniging, zeggen, zo gaan we ermee om. Maar in Barendrecht zat de schrik er natuurlijk goed in na dat ongeluk. Volgens het rapport hebben de minister en de spoorwegbedrijven sinds dat ongeluk ook te weinig gedaan
om te zorgen dat het niet weer kan gebeuren. Kijk, je hebt de nieuwe spoorwegwet. In de nieuwe spoorwegwet zegt, ja, vroeger had je de NS en de minister. Dan was het eigenlijk wat overzichtelijker. Nu staat er in de nieuwe spoorwegwet dat de spoorbedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het spoor. En die minister is de systeemverantwoordelijk. En wij vinden eigenlijk dat die bedrijven te weinig doortastend optreden om de veiligheid zo goed mogelijk te laten geschieden. En de minister ziet dat ook met zijn inspecties. Dus nu moet er toch, hebben we tech gezegd tegen de minister, u moet uw systeemverantwoordelijkheid nemen en toezien dat die bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen, zoals dat in de wet staat geschreven. U beveelt ook aan dat één bedrijf van de spoorbedrijven daarin het voortouw neemt. Ja, ProRail. Waarom ProRail? Ja, dat is natuurlijk degene die dit infra beheert, de infrastructuur. En die ziet natuurlijk alles wat er op zijn infrastructuur gebeurt. Dus die zien ontsporingen, die zien roodlichtpassages, die ziet alles wat er gebeurt, foutliggende wissels. Dus ik vind dat zij eigenlijk het voortouw moeten nemen in die veiligheidsdebatten. Oké. Er was ook nog het feit dat de machinist die bewuste avond twee keer een noodstop heeft gemaakt. Twee keer heeft dat noodsysteem ingegrepen. Ook daar valt dus iets te verbeteren. Nou kijk, wat gebeurt is eigenlijk, dat noem je de dodemansinstallatie. Ja, zo'n plezierig woord is het ook niet. Maar zo'n trein, die zit altijd te bekijken met een waarschuwing of die machinist er nog is. Want als die geen signaal meer krijgt van die machinist of een teken van leven, dan houdt die trein ermee op. En hier zie je wat zelden veel komt, dat die installatie waarschuwt de machinist. En er is twee keer niet op gereageerd en die trein is op zijn traject twee keer door die dodemansinstallatie door stilstand, tot stilstand gebracht. En nu heeft die machinist dus waarschijnlijk weer bij zinnen gekomen en heeft er besloten door te rijden. We hebben gezegd, dat kan eigenlijk niet. Ik vind, als die installatie in werking treedt, dan moet er ook een derde bij komen om te kijken of die machinist zijn tocht nog mag voorzetten. Dat is nu een beslissing van de machinist zelf. Dat vinden wij onjuist. Met de aanbevelingen die u nu geeft en de conclusies die u trekt in het rapport, ja, kun je nu eigenlijk nog stellen dat het veilig genoeg is in Barendrecht? Nou, kijk, op dit moment. Ja, kijk, Barendrecht, dat is natuurlijk, dat is verbeterd. Laten we zeggen, ook als je zo'n rapport nu kijkt, dan leven we wel in een tijd van bezuinigingen. Zie je dat er een aantal, ja, vind ik, fouten worden gemaakt, ook de treindienstleiders. Laat het dus toe dat je dus conflicten krijgt, want de treinen rijden in tegenovergestelde richting op hetzelfde spoor. Zo wordt zo'n trein gepland en men vertrouwt volledig op de computer dat dat allemaal goed gaat. Dat is zijn werken, dat iedereen de zijne ziet. Dus ik denk dat Barendrecht verbeterd wordt. Maar ik denk, ondanks de tijd van bezuinigingen, zal de minister en de partijen en iedereen op het spoor zich moeten beseffen. Zo kunnen wij niet door. Dat die roodlichtpassages, nou, dat is iets minder dan 200 keer per jaar. Dat is voor het spoor levensgevaarlijk. Er moet een beslissing komen over de toekomst. En dat betekent, de minister moet zich uitspreken. Waar komt dat Europese veiligheidssysteem en wat doen we met de rest? Dat moet gebeuren. Anders krijg je een situatie dat als er weer een ongeluk is, dan gaan we weer zijn zitten verbeteren. Nou ja, dat schiet gewoon niet op.